Het parlement heeft donderdag de ontwerpwet wijziging van het decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden met algemene 31 stemmen goedgekeurd. Hierdoor is het nu wel mogelijk de titel van erfpacht op percelen om te zetten naar grondhuur. De aanleiding van deze wetswijziging is het besluit van het ministerie van ROGB om erfpachtrechten niet te verlengen na verloop van de tijd waarvoor deze zijn uitgegeven. De percelen keren dan automatisch terug in de boezem van de staat. Deze bekendmaking heeft in maart dit jaar voor veel onrust gezorgd bij de gemeenschap. De goedkeuring van de wet is volgens verschillende parlementariërs een stap in de goede richting. Jennifer Simons, een van de initiatiefnemers van de wet, zegt dat er een aantal wijzigingen is doorgevoerd. De parlementariër had ook een belangrijke boodschap voor de erfpachters. Het is alles of niets, of je hebt wat gedaan of je hebt niks gedaan. Als er niets is gedaan na zoveel jaren, dan zal de minister het verzoek niet inwilligen en het recht van erfpacht vervallen verklaren. Laat me hierbij iets heel belangrijks verduidelijken. Dit stukje, dus artikel 1 onder A, punt 2 van ons voorstel, praten we over zaken, en dat is heel belangrijk, ik vraag de aandacht van de leden, praten we over gevallen waarbij het recht nog niet is vervallen. Dus als het om een erfpachtsrecht gaat, in deze gevallen waar we hierover praten, bestaat dat erfpachtsrecht nog. En wordt de mogelijkheid gegeven weer aan de mensen om dat om te zetten in grondhuur. Dus in geval van B, waar de minister zou vaststellen dat de verzoeker zich in het geheel niet heeft gehouden aan de voorwaarden, en daarbij dan het recht van erfpacht vervallen zou verklaren, als ik of u nu een erfpachtsgrond heeft, ga ik niet een verzoek doen bij de minister voor een erfpachtsgrond waar ik niets mee heb gedaan. Dus juist het aannemen van deze wet en de uitleg daarover geeft aan die mensen de gelegenheid om eerst wat met die grond te gaan doen, alvorens zij gaan stappen naar de minister om die conversie te verzoeken. De discussies bleven tijdens de behandeling van deze wet niet uit. Marlon Budeke van de NPS benadrukte dat zaken goed onderzocht moeten worden voordat ze worden doorgevoerd in de wet. Wanneer ouders hebben gewerkt en er is een stukje beterschap opgebouwd, dan hebben erfgenamen daar recht op. Echter, wanneer we dat in combinatie bekeken met wat ik eerder heb gezegd van aan wie komt grond toe, dat we misschien rustig en voorzichtig kunnen formuleren van het gaat erom, je zet niemand uit de woning. Dus wie woont daar? Wie bewerkt daar? Wie houdt die beterschap in stand? En dat zulke dingen vastgesteld kunnen worden en dat we dan gaan richting oplossing. Ja, klopt. In de praktijk kan je dat inderdaad hebben. Dat iemand anders zorgt voor de beterschap en iemand anders woont. Dus je gaat daarna wonen. Ja, lid Biedeke. Ja, maar voorzitter, wie bezit dat? Wie bezit dat? Je mag erin wonen, maar het is niet van jou. De vraag nu is, en daarom heb ik aangehaald, kan er niet een soort melding komen, kantmelding of een aanschrijving op zo'n aanvraag? Want als ik nu ruzie met mijn broer heb, word ik verwezen naar de rechter. En we moeten die dingen goed meenemen. NPS-parlementariër Marlon Budeke en daarvoor Mahinder Yogi. Ze spraken donderdag bij de behandeling van de ontwerpwet wijziging van het decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden. De wet is met algemene 31 stemmen goedgekeurd.